blog is een jaar of 5 geleden begonnen als 4 enthousiaste gasten die altijd stonden op te scheppen over bier op de speelplaats van de kinderen. Tot de wijselijk de vrouwen op een gegeven moment zeiden van als jullie het zo goed weten, ga dan maar bier brouwen. En toen zijn we eigenlijk gewoon met het vergaren van spullen bier gaan brouwen. We hebben een vast assortiment van 4 bieren, maar iedere maand brouwen we 2 of 3 nieuwe smaken bieren. Dus eigenlijk roleren we continu met de smaken van Lok richt zich heel erg op exclusieve smaken. Dus je hebt gewoon de blond en de triples, zeg maar. Het standaard ambachtelijke bier, als je het zo moet noemen. Maar wij zitten aan de extreme kant. Dus eigenlijk, onze smaken zijn altijd heel exclusief. En dan zeggen we ook altijd, you love it or you hate it. Sommige mensen vinden het heerlijk, andere mensen vinden het afschuwelijk. Wij vinden het prachtig en wij gaan voor kwaliteit met exclusieve smaken. We verkopen het hier in onze eigen taproom, die vrijdag en zaterdag open is. Maar we liggen ook bij de Slijters in Tilburg, bij Kandinsky, bij burgemeester Jansen, bij Raw. Dus heel veel zaken, horecazaken, slijterijen. En internationaal in Zweden, Engeland, Spanje. De horeca is hier vaak wat duur. Iedereen moet wat verdienen. En bij de slijterijen weer wat anders. Als je hier in de taproom komt drinken, dan kun je een klein glaasje, een proefglaasje van 2,50 krijgen. Wil je een groot glas 4,5 euro. Maar bij elke zaak is dat anders en wij zitten eigenlijk zelf niet in de verkoop van producten, zeg maar. We hebben wel een cadeauverpakking die hartstikke leuk is, maar in principe kom je vers bier hier proeven en we laten het over aan de slijterijen en de cafés om hun eigen prijs te bepalen.